Janet en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 8 maart. En als je heel veel zin in deze weekvlog hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. Want ik zie echt altijd dat echt 50% van mijn kijkers niet geabonneerd is. Dus dat zou ik super leuk vinden. En dan heel veel kijkplezier met deze weekvlog. Het is vandaag maandag. Het is nog heel erg vroeg. Ik heb namelijk zometeen stage. Dit is mijn derde stagedag. Vorige week had ik mijn eerste 2 stagedagen daar. En ik heb er eigenlijk wel heel erg veel zin in. Ik ga ook mijn eerste lessen geven. En ja, dat eigenlijk. Wat ik aan heb is deze beige trui van de H&M. En daaronder heb ik mijn zwarte leren broek. Zit gewoon lekker en is ook lekker warm. En voor de rest, ja, mijn huid is nog steeds een beetje onrustig. Dus ik hoop dat dat een beetje wegtrekt. En dan ga ik nu onderweg naar stage. Het is inmiddels maandagavond. Ik heb vandaag stage gehad. En na stage heb ik geslapen. Ik ben net weer een tijdje wakker. En ik heb avond gegeten. Ik heb besloten dat ik waarschijnlijk op maandag en dinsdag gewoon eigenlijk niks ga filmen. Want het is gewoon heel saai omdat ik dan gewoon stage heb. En dan kan ik niks filmen. Morgen moet ik ook weer werken. Dus dan denk ik dat ik gewoon morgen ook de vlog even laat op dinsdag. En dan woensdag gewoon doe. Omdat ik heb dan gewoon de leuke dingen. En dan heeft het gewoon geen zin om te gaan zeggen van ik doe nu niks leuks. Dus jullie zien mij pas weer woensdagochtend. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Het is inmiddels al 11:30. En ik zie er echt niet uit. Ik heb ook geen gezichtsmake-up op. Omdat mijn huid is echt een ramp. Ik had gisteren en eergisteren stage. Wat echt heel erg leuk was. Maar wel heel erg vermoeiend. En ik had vanochtend mijn mondeling. Dus dat moest ik ook nog voorbereiden. Dat was om 9:00 tot 10:30. En ik heb het gelukkig gehaald. Dus ik heb mijn certificaat voor godsdienst, laat maar zeggen, binnen. En voor de rest... Ik wilde zo meteen gaan skileren met Zee, maar het is weer slecht weer, dus dat gaat waarschijnlijk niet door. Ik ben dus nu weer een les aan het volgen op mijn laptop hier. En ik moet zo meteen ook nog andere dingen inleveren. Dan ga ik naar huis, ga ik oppassen. Dus het is weer druk, druk, druk. En ik heb ook 2 pakketjes die ik zo ga openmaken. Ik ga zo eerst heel even toch iets op mijn gezicht doen. En dan ga ik die pakketjes open. Nou, make-up helpt niet, want het blijft gewoon echt mega slecht. Dus ik heb nu gewoon een klein beetje van... Ja, een soort foundation op waterbasis gedaan. Maar ik had 2 pakketjes, dus die ga ik even openmaken. Want ik ga straks ook weer dus naar huis. Omdat ik bijles ga geven en oppassen. Oké, er waren namelijk 2 pakketjes binnengekomen. Dit had ik zelf besteld. Soms weet ik ook gewoon niet wat erin zit. Omdat je het dan niet aan de verpakking kan zien. Ik had namelijk bij Look Fantastic had ik weer mijn nieuwe shampoo gekocht. Want hij was op. En vorige keer duurde het echt een maand voordat het binnenkwam. Maar nu was het eigenlijk heel snel. Als eerste zit deze erin. Allemaal van TikTok. Ik ben echt zo iemand die alles koopt wat er goed uitziet. Ook de conditioner en de shampoo moet dan nog binnenkomen. Dat komt denk ik dan in een ander pakketje. En ik heb ook een pakketje van Chiquelle. En ik heb hier ook weer een kortingscode voor. Alle linkjes staan altijd in de beschrijving. Als eerste zit er een hele leuke trui in. Waar ik nu ook het shirt van heb. Namelijk deze hele leuke witte trui. Met erop Colorado. Waar ik dus ook dat shirt van heb. Maar nu heb ik dus ook de trui. Ziet er wel goed uit. Ik heb hem in een maatje S. Dit is de trui. Ik vind hem echt heel erg leuk. Hij is wel een beetje oversized. Maar daar moet je gewoon een beetje rekening mee houden. Stof is lekker zacht. En ik vind de kleurtjes heel erg leuk. Een soort zomertopje die ik er heel erg leuk uit vond zien. Namelijk dit leuke topje voor op een spijkerbroek. Kan eigenlijk ook wel gewoon in de lente. Deze is ook in een maatje S. Stof voelt heel erg goed aan. Als je dit vergelijkt weer met Shein denk ik echt. Oh, ik moet er echt niet meer bestellen. Heel erg leuk. Ik denk dat deze ook wel echt heel erg leuk staat. Dit is het topje. Ik ben er echt verliefd op. Ik vind deze zo leuk. Ik ga deze in de zomer echt heel erg vaak dragen. Dat weet ik nu al. Hij sluit gewoon goed aan. En je kan dit dan ook nog wat strakker doen. Heel erg leuk ook bij mijn kamer deze outfit. Maar ik vind het er gewoon echt heel erg leuk uitzien. Heel leuk zomertopje. Maar je zou hem natuurlijk ook gewoon nu al aan kunnen doen. Oh ja, en dit was gewoon een wit topje. Ook leuk voor boven mijn spijkerbroek of voor onder mijn blazer. Maar ik had dit wel altijd in het zwart, maar niet in het wit. En bij Chiquelle schijnt nooit iets door. Meestal dan mijn ervaringen. Dus ik dacht, laat ik deze ook maar bestellen. Deze heb ik in een XSS. En dan zit er nog... Is dit een broek? Volgens mij wel. En dan zit er nog een mega leuke beige broek in. Wat ik ook echt totaal nog niet. Oh, er zitten ook zakken in. soort pantalonbroek lijkt het. Ik hoop niet dat die te lang is. Maar dit is de broek. Nee, ik denk eigenlijk dat die wel goed is. En deze heb ik in een maatje S. Dit is de broek. Let niet op de schoen die ik al onderaan heb. Maar de broek zit heel erg lekker. Hij schijnt wel een klein beetje door. Ik heb wel donker ondergoed aan. Maar je ziet die zakken gewoon heel erg zitten. En oh, bijvoorbeeld hier zie je ook het kaartje er zo doorheen. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Maar hij is wel perfect voor kleine mensen zoals ik. Dit waren alle items. Ik zal alles in de beschrijving zetten. En ik krijg heel veel berichten binnen. Dus ik ga even kijken. Oké. Ik zit inmiddels in de auto bij C. Want ik ga dus nu oppassen. En er staat echt mega erg file. We weten niet hoe, maar heel stom. Oh ja, het gaat nu precies regenen. Pas. Ze hadden wel kunnen skileren. Ja. Dat zou je altijd zien. En, oh, ik kan de muziek 1 seconde blazen. En ik ga dan oppassen, bijles geven en daarna... oh, ik kreeg een appje binnen. En daarna ga ik dus even oppassen en dan ga ik thuis eten. En dan haalt C mij weer op, want C gaat ook thuis eten. En dan gaan we samen weer naar ons huisje toe. Prima, opgelost. Ik ga nu dit doen, niet meer dit. Hoe? Gewoon zo, als het goed is. Oh ja, beter. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 11 maart. En ik heb voor het eerst weer een klein beetje make-up op gedaan. Want ik werd gewoon echt gek van mijn huid. En ik dacht, ik ga het er gewoon overheen doen. Want als ik geen make-up op doe, heeft het ook geen nut. Dus dat. Gisteren heb ik lekker met mijn moeder gegeten. Ik heb niet meer iets gefilmd, denk ik. Maar ik was in de avond gewoon thuis. En toen heb ik even met C op mijn kamer gezeten. Ik heb dus mijn keyboard hier mee naartoe genomen. Ik weet niet of ik er gebruik van ga maken, maar ik heb hem maar neergezet. Wat ik straks ga doen. Ik heb nu online les. Ik moet het geluid wel een beetje aanzetten, zodat ik hoor of hij mij iets vraagt. Maar het gaat over iets wat we echt al 1000 keer hebben gehad, dus... Ga ik niet doen. Mijn haar is een beetje vet. Maar ik wil het eigenlijk morgen wassen. Want morgen ga ik met Voska en Flor afspreken. Maar ik zag dus op TikTok met als je heel dun haar hebt. Dat je... Wacht, ik ga even zitten. Dat als je dus heel dun haar hebt. Dat je dus je haar in 4 verdeelt. Nou, dat kan op zich bij mij wel. Dus dan heb ik deze en deze pluk. En deze pluk. En dat je het dan gewoon krult. En dat je het dan gewoon laat. En ik dacht, mijn haar is een beetje vet. En echt aan zijn einde toe. Ik moet het eigenlijk vandaag wassen. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon even proberen. Ik dacht, misschien is dat wel leuk om even te filmen. Dus dat ga ik even doen. De krultang die ik gebruik is de Max Pro met 33 mm. Het geluid stond echt heel erg hard. Dus ik ga hem even in stopcontact doen en dan ga ik het even proberen. Het is wel echt een hele dikke pluk eigenlijk. Oké, ik heb nu gewoon die hele grote krul gemaakt. Ik leg hem even in mijn hand. En ik heb van die speeltjes en dan doe ik hem heel eventjes vast. Ik weet niet of het nut heeft, maar voor het idee. Oké, en dan heb ik nog 1 pluk hier over. En dan ga ik dat ook maar gewoon proberen. Oké, ik heb hier dus nu 2 krullen gemaakt. En aan deze kant, volgens mij zijn ze niet helemaal gelijk. Ik ga het heel even laten afkoelen. En dan ben ik benieuwd. Love de TikTok. Oké, ik heb nu de eerste kant eruit gehaald. Kijk, het zijn nu 2 krullen. Als ik dit dan een beetje uit elkaar haal. Nou, hier ben ik oprecht heel blij mee. Ik heb ze ook echt maar 10 seconden eromheen gedaan. Nee, heel blij mee met dit. Dit ga ik echt vaker doen. Bij mij ook hoor, want ik had de afgelopen dagen echt gewoon niks aan mezelf gedaan. Oké, wat een raar licht. Nog 1 seconde het geluid uit en dan... Ik zit met C in de auto, het is echt 10 uur, maar het voelt alsof we de hele dag erop hebben zitten. Ja, dat was mijn auto, waarom staat die daar? Nou ja, dat zal. En we zitten nu gezellig samen in de auto, want C gaat haar diploma ophalen. En dat gaan we doen in Amsterdam op de Hogeschool Tio. Op die school zit ik niet, maar C is daar afgestudeerd en we gaan nu een half jaar later je diploma ophalen. En dan gaan we even een fotootje maken, niet van mij, van C. En eten halen. Dus dat eigenlijk. En nu gaan we lekker muziek luisteren. En ik heb dus, dit is dus die, ja, het waait buiten echt heel hard. Maar ik ben heel benieuwd hoe lang dit erin gaat zitten. Een soort beachy. Dit is echt mooi. Echt mooi. Echt mooi. Echt mooi. Oh, die man kijkt heel erg lief. Oké, we zijn dus nu op de Hogeschool Tio. Oké, laten we even... Oké, we gaan nu eventjes foto's maken. Ik ga even jou iets filmen. Wauw! Oké, ik ga even laten zien hoe we de foto's maken. Dinsdag was ik er ook, maar toen heb ik het niet gefilmd, dus dan lijkt het nu minder erg. Oké, we zijn bij C op school geweest en ze heeft haar diploma. Was wel leuk gedaan in coronatijd. Ja, je kan ook niet zo. Coronatijd. En we zijn nu bij de Mackie. Maar ik was dinsdag ook bij de Mac. Lekker. En straks moet ik oppassen en aan school en werken. Dus ik heb dit wel verdiend. Ik heb goede foto's gemaakt. We moeten nog die foto's kijken. Oh ja. Ik ga even hard smakken voor C. Nee. Oké. De manier waarop ze naar me kijkt. Lifehack. Dit is mijn lievelingsstuk. De manier waarop ze naar me kijkt. Oh, mijn hart klopt in mijn keel. Ik heb letterlijk vandaag gewoon nog niks gefilmd. Het is vandaag vrijdag. En gisteravond moest ik dus werken. En toen daarna waren Ijf en Sas hier. En toen hebben we nog... Nou, C had dus al met ze geborreld. En ik kwam naar werk. Ik ben helemaal buiten adem. Ik heb vanmorgen moeten oppassen. Ik had vanochtend echt een kutochtend. Wat dan? Ik had echt een mooi dat. Oh, dat je gewoon echt dacht, gadver. En ik heb nu boodschappen gedaan, want Floor en Vos komen vanavond naar mij toe. Dus dat ga ik even uitpakken. En ik dacht, dat is wel heel leuk om even voor die camera, om even te laten zien. En ik ga zo meteen eventjes douchen en mijn haar wassen en al dat soort dingen. Dat is echt vreselijk. Als eerst heb ik 3 zakken chips. Ik weet nooit welke chips iedereen wil, dus dan paprika, naturel. Oh nee, en popcorn bedoel ik. Ja, mijn hele plank ligt nu alleen maar vol met chips. Zo, oké. En dan heb ik deze voor ontbijt. En die waren in de actie, dus daar heb ik er 2 van. Dan heb ik crackers. Zo. Deze dus nog een keertje. Die past er precies goed in. En dan heb ik dus appelstroop gekocht. Dat eet ik al voor stage. Mijn haar. En een jumbo kaart. En dan voor de rest heb ik alleen nog drinken. Dus dat ga ik nu in de koelkast leggen. Fanta. Yoghurt. En cola. Oké, het is inmiddels bijna vrijdagavond. Even een heel ander beeld. Ik heb me eindelijk weer een keertje klaargemaakt na 100 jaar. En ik had vandaag echt een rotdag. Ik wil het nooit laten merken, maar ik wil ook eerlijk zijn. En ik heb soms ook rotdagen en vandaag was er eentje van. En het is niet dat ik het echt kan uitleggen. Dus dat ga ik ook zeker niet proberen. In ieder geval, Floor en Vos komen zo naar mij. Ik heb daar heel veel zin in, dus ik heb me daarvoor klaargemaakt. Lekker gedoucht. Ik heb een blazertje aangedaan. Topje van Shein. En gewoon me even helemaal klaargemaakt. Dus dat is wel gewoon even fijn om te doen. En dan voel je je ook gelijk 1000 keer beter. Zij komen hier ongeveer over een half uurtje zijn ze hier. Ik had ook een heel groot pakket van de Xenos waar ook een aparte video van komt. Maar ik kan wel even wat dingetjes laten zien. En ik heb ook gelijk even mijn luchtbed opgehaald. Want zij slapen hier zo. Ja. Even kijken. Ik ga snel heel eventjes. Of zou ik dat morgen doen, dat pakket laten zien. Dan heb ik er wel iets meer tijd voor. Ik denk dat ik het morgen even doe. Blij gemaakt met niks. Dit is namelijk het pakket van de Xenos. Het is echt bizar groot. Het komt echt tot over mijn knieën. Dus dat lijkt me eigenlijk niet zo'n heel slim plan als ik dat nu ga doen. Als zij over een kwartier komen. Want... Oh, wordt gebeld. Oké, wij hebben eten besteld. Nou, gehaald eigenlijk. Oké, we gaan het even openmaken. Maar ik kan dus niet alles gelijk laten zien. Omdat één... Dit is even een sneak peek. Hey Google, ga harder. Van wat er allemaal in zit. Dit komt nog morgen even uitgebreid. Maar er mist iets. Ook even dit pakketje openmaken. Ik moet even kijken dat het adres er niet op staat. Anders wil jij het filmen? Wacht, staat hij aan? Ik heb het zelf besteld. Staat hij aan? Ja, het loopt toch aan. Oh, weet ik niet. Wat is dit? Dat rode. Kijk, dat lijkt ook hem. Ja, hij filmt. Oh ja, hij kijkt het niet. Ik heb echt onzin. Kijk, ik heb echt een leuke clip besteld. Oh, leuk. Oh, wacht. Ik mag natuurlijk niks zeggen. Wel, of zal ik reageren? Oh, leuk. Ja, jullie moeten cijfers geven. Oké, ik geef het een... Nee, wacht. Eerst even in je haar. Ik wil het wel zien. Ik vind het ook heel leuk bij jouw topje nu. Ja, helemaal matchy. Ja, doe eens je ding uit. Nee. Even de TikTok tutorial. Zo. Draai. Marie Claire. De haarkleur van Marie Claire. Oeh. Oh, stage, best leuk. Stage. Ja, en dan met zo'n bril. Alles leuk voor stage. Ja, maar als het leuk is voor stage, is het dus niet leuk in het dagelijkse leven. Nee, maar ook al met die truien. Ja, leuk voor stage. Ja, echt een stage. Ja, ook. Ja. Welke? Die vlammen. Nee, ik vond hem toch. Ik denk als ik het aan had. Oké, nee, maar ik zou hem wel dragen. Maar ik denk als ik hem nu had aangedaan, hadden jullie denk ik wel gezegd, wat is dit? Heb je een vlammentrui? Ja. Oh, ik wil hem straks zien. Okay. Dus echt heel, ik vind het heel leuk. Maar ja, ik ook. Gaat er zo baby girl. Nee. Oh, nog meer klemmen. Ja, maar ik bedoel dus ook voor zo achter. Ja, heel leuk. Ik wil dat ook. Love dat. Als een soort Grace Kelly rol heet dat. Ja, leuk. Nou, deze. Wacht. En deze. Even. Was €1. Ik doe nog even. Dan dacht ik nog even een leuke tas erbij. Oh ja hoor. Nog een extra tas. Leuk om de outfit mee af te maken. Cute voor stage. Nee, maar zal het genoeg dierenprint hebben? Nee, maar dit ding is €9. Hè? Hoe kan dat? Ja. Het voelt een hoe dik. Oh. Wat vind jij ervan, Floor? Ik vind hem leuk. Leuk. En zilver. Daar doen we het voor. Zilver, ja. Oké, dan heb ik iets geprobeerd. Hoe kan er ook zilver? Het gaat komen, maar... Zijn dat lampjes? Ja. Ah, nee, ik had 3 meter besteld. Ik denk niet dat dit 3 meter is. Is dat voor onder je bal? Ja. Ja, dat wist ik. Oh, hoe wist ik dat? Oh, zullen we het straks meteen uitproberen? Ja, alleen ik heb geen batterijen hier. Oké, dit is wel echt... Oké, wacht. Waar is mijn telefoon? Waar is mijn telefoon? Waar is mijn telefoon? Mijn telefoon, waar is mijn telefoon? Moet die even uit? Ja, wacht. Even pauze. Okay. Het volgende. Focus. Oh, jongens. Wacht even, focus. Ik heb de... Yes. Ja, wat? Die van... Deze kwalie. Ik heb er ook zo een. Kwalie. Hey, je begint mijn woorden al over. Floor, heb je mijn laatste vlog gekeken? Ik niet. Wat dan? 20 keer, hè? 20 keer. Kijk, ja. Shein be like. Lol. Ondersteboven. Wil ik ook een keer bij Shein bestellen, maar ik doe dat niet, want... Doe het gewoon, schat. Slecht voor het milieu. Moet je ook geen Mackie eten? Haha. Ik nam... Oh ja, ik heb wel vlees gegeten. Heb ik het besteld? Ik heb het opnieuw besteld. Oh mijn god. Ik zei toch dat er iemand was? Hola. Met een ananas. En een S. Oké, wacht. En een broek. Ja, wacht. Met bliksem. Ja, maar ik had hem dus al, maar hij was te klein. Dus nu... Oh, bliksem met vlammen. Die ligt nog op mijn kamer. Wat leuk. Ik wil ook die met die hartjes. Die heb ik al. En nee, die natuurlijk alweer. Altijd als ik iets wil overleg. Deze kleine maar mij. Daar zou ik over na. Leuk voor stage. Als er wat ga je met deze over. Gewoon hoor, voor stage. Was dit het? Ja, dit was het denk ik. Ja, oké. Oké, nou, ik ben Floor en Vos en we hebben net Mackie gegeten en we zijn nu lekker aan het drinken. En ik heb even die nieuwe clip ingedaan. Oh, en dat was het eigenlijk. Doei! Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Nee, ja, wel zaterdag. En ik ben al een hele tijd wakker. Floor en Vos hadden hier geslapen en het was gisteren echt heel erg gezellig. Maar ik heb net mijn schoonmaaktaakje gedaan en ik heb mijn kamer opgeruimd. Ik heb mijn dekbed al gewassen. Ik ben goed bezig. Ik moet alleen het nog om mijn bed heen doen. Maar dat ga ik straks doen, want ik ga zo even een andere video filmen voor Xenos. Dus dat ga ik doen. Voor de rest had ik gisteren dus ook mijn Shein pakketje laten zien. Ik denk wel dat ik alles duidelijk heb laten zien. En het Xenos pakket ga ik zo dus helemaal openmaken. Ik heb dus gewoon een kooltrui aan. En daaronder heb ik dus deze broek met van die bliksempjes. Die had ik dus ook al in de vorige Shein shoplog gedaan. In ieder geval, ik ga even mijn sieraden omdoen. Dan ga ik die video voor Xenos filmen. En dan zometeen even eten. En dan daarna komt Eve. Oké, de video van Xenos is opgenomen. Ik zal nu eventjes laten zien wat ik had gekocht. Want ik had dus voor de badkamer dingen besteld. En dat komt dus op een video van Xenos zelf. Wel heel leuk in bamboe thema. Ik ga het zo meteen helemaal opruimen. En ik zal dus nu even de spulletjes laten zien die dan nieuw zijn voor mijn kamer. Alleen, het is nog niet helemaal compleet. Als eerste dit hele leuke kleed. En we hebben gewoon vaccinelichtjes en een grote kaars. Want ik heb dus een lantaarn besteld. Alleen, ja, er moet dus nog een standaard onder. Maar die is nog niet binnengekomen. En gewoon nog een leuk kaarsje. En allemaal dat soort dingetjes. Oh ja, en ook roze kaarsen. En die roze kaars ga ik dan weer in de woonkamer zetten. Oké, ik heb mijn bed een soort van opgemaakt. Ik ben even aan het bellen met de wachtlijstding. Ik ga even dit kleed neerleggen. Want die heb ik dus nieuw. Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek. Een klein ogenblik geduld alstublieft. Ik ben zo blij met mijn kamer. Ik vind het er echt mega leuk uitzien. En er komt daar dus nog een soort lantaarntje. Of zo'n lantaarn. Ik weet niet hoe dat noemt. Alleen de pootjes waren nog niet geleverd. Dus die worden nu achteraf nog toegestuurd. Voor de rest heb ik ook nog een klein vaasje. Ik dacht namelijk dat dit een grote vaas was. Hier moet ik nog even kijken wat ik hiermee doe. Maar misschien een klein bloemetje of iets. Iets leuks. Eva is onderweg hier naartoe. En dan gaan we zo meteen lekker samen gewoon wat doen. En mijn broertje komt dus heel even hierheen. Want mijn broertje heeft het huis nog niet gezien. Heel raar eigenlijk. En hij komt dus ook even het luchtbed ophalen. Want ik had het luchtbed gebruikt. Maar die komt hij dus nu weer eventjes ophalen. Kun jij hem anders vasthouden? Ja, wacht. En dat het lang dat ik... Oké, ik ben met Eve. Oh, wacht. We zitten in de auto. We hebben ongeveer een half uurtje gereden. En we zijn dus nu bij die Hollywood Drive-in. En we gaan lekker eten halen. Heel veel zin in. Weet je nog niet wat we willen? Gaan we ook iets aan een toetje of iets doen? Of niet? Ja, ik weet het niet. Een milkshake. Misschien ik weet niet of ik... Ja, ik ben buiten van milkshakes. Ja, we moeten gewoon even kijken. Maar het is in ieder geval niet heel druk. Dus dat is fijn. Dus we gaan even het eten testen. Nee, het is echt niet druk. Want nee. Heel chill. Oké, top. Doei. Oké, ik schaam me echt. Maar we zitten niet meer bij de Hollywood Drive-in. Oké, moet je erop? Ja, gewoon een beetje zo. Ja. Oké, nou, we stonden dus een half uur, 3 kwartier in de rij. Ja. Met de auto. Maar het was nog niet eens druk. Het was eigenlijk helemaal niet druk. Vergeleken de andere filmpjes die we hadden gezien en zo. En nou ja, gewoon prima dit, dat. En toen kwamen we bij het bestellen. En toen zei ze, ja, het gaat in ieder geval nog 3 kwartier duren. Ja. Terwijl het gewoon niet was gezegd bij de... Hoe zeg je dat? Toen we daar gingen staan was het gewoon niet gezegd. Dus ja, nou, we stonden daar al. Dus wij dachten, ja, we gaan echt niet dan ook nog een uur op het eten wachten. Want het kon ook nog langer duren. Dus ja, het is heel heftig. Maar ik ben dus nu voor deze, ja, voor de 4e keer bij de McDonald's deze week. Of vind je het ook dat ik nu alles eigenlijk? Nee, ik vind dat juist chill. Want dan heb je gelijk lekker alles bij elkaar. Zo, het lijkt wel alsof ik nu een beetje... Het is wit, hè? Ben. Heel wit, het beeld. Ja. Dus Eve en ik dachten, weet je wat? We gaan gewoon lekker Mac'je halen. Ja, sorry. Hadden we nog niet genoeg gegeten. Nou, ik eet echt nooit Mac. Nee, maar ik wel. Oh, hier zo. Ik doe even die saus hier, dan kan jij gewoon hier uitpakken. Dus wij gaan lekker vreten. En op zich, het was ook best wel duur hoor, vond ik die kaart van de Hollywood Drive. Ja, op zich is het wel leuk voor 1 keer. Weet je wel, een soort van uit eten gevoel heb je dan. Maar echt een afrader. Maar kijk, als we gewoon aan het begin hadden gezegd... Ja, vanaf nu gaat het nog in ieder geval 1,5 uur duren. Vanaf het begin. Ja, dan ga je niet daar staan. Ja. Maar ook die drive-in waar wij waren geweest van de Zoeterwoude of Zoeterwoude? Ja, Zoeterwoude. Ja, wat was dat nou, die Arbeid Drive-in? Mm-hmm. Daarna werd het opeens helemaal een hype. Mm-hmm. Want wij moesten er 5 minuten wachten en daarna werd het opeens uren wachttijd. Ja, klopt. Terwijl het niet eens goed was. Die video heb ik ook nooit online gezet. Ja, het is inmiddels zaterdagavond. Heel lekker gegeten. Ik ben weer thuis. Ik ben hier samen met Anne Meerte. Zo eten, nee. Ik ben altijd bij. We zijn lekker een spelletje aan het doen en even ondertussen wat aan het drinken. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik heb de woonkamer schoongemaakt. Ik zal het zo meteen even filmen. Ik heb me net even klaargemaakt. En ik ben echt mega blij met het kleed. Het er heel erg leuk uitzien. En het was gisteren heel gezellig. Er waren dus 2 vriendinnetjes van Eline. En daar heb ik gewoon even bij gezeten. En op zich wel op tijd gaan slapen. Vandaag heb ik eigenlijk niet zoveel op de planning. Mijn camera is vol, dus die ga ik nu even leeghalen. Mijn camera was dus vol, maar in ieder geval... Ik zal zo even de woonkamer filmen. En ik heb me net gewoon lekker aangekleed. Ik heb deze broek aan van Chiquelle en deze trui ook van Chiquelle. En ik ga zo meteen... Wat ga ik doen? Ik ga de vlog editen. Want dat moet ik ook doen. En ik ga vanmiddag naar huis toe. Nou, de woonkamer is dus weer helemaal lekker schoon. Ik leg alleen mijn laptop even op tafel. Dus ik ben blij dat dat gedaan is.